als je zelfmoord pleegt zonder dat je een rijbewijs of paspoort op zak hebt. Je hebt wel een afscheidsbriefje gemaakt, maar daar staat niet je naam onder. En het vermoeden rijst bij de politie dat je ook nog eens uit een heel ver buitenland komt. Dan wordt het natuurlijk een enorm moeilijke opdracht om te ontdekken wie je was en om je familie te informeren. En dan heb je echt wel een dosis geluk nodig om te voorkomen dat je voor eeuwig in een anoniem graf verdwijnt. Het kan natuurlijk best zijn dat er broer, een zus, een oom, een tante, misschien wel een kind of in ieder geval familie is die al 13 jaar niks weet. Ja, 13 jaar zit te wachten en toch nog steeds de hoop heeft dat hij of ergens ondergedoken zit of straks weer ineens. Dus de hoop blijft bij die mensen. You know this address? 8. 16 years. Daarachter. Daarachter. Hij zegt, we gaan jullie paspoorten checken. Wie zal ik wel zo aan? Nee, we gaan hier even naar het bureau. Ze gaan alleen daar even opnemen. Verspreid over Nederland liggen ongeveer 300 anonieme doden. Graven zonder naam. Ze worden bij de politie NN'ers genoemd, van het Latijnse nomen nescio. Ofwel, de naam ken ik niet. Het zijn mensen die eenzaam en zonder identiteitsbewijs op zak stierven. Mensen waarvan de nabestaanden tot op de dag van vandaag nog steeds niet weten wat er is gebeurd. Donderdagmiddag, 6 september, is op station Heemskerk een man voor de trein gesprongen. Ik zit bij mijn ouders thuis op de bank en de televisie staat aan. Ineens een opsporingsbericht in beeld. En die man is de volgende dag in het ziekenhuis overleden zonder dat zijn identiteit kon worden vastgesteld. Met de foto van die meneer. Ja, dus ik schrok me dood. Dat was heel, heel vreemd natuurlijk. En de foto herkende ik niet direct, want hij was heel erg opgezwollen. Dat zie ik nog zo voor met die foto. Maar het kon eigenlijk niet missen. Met de dingen die ik had gezien in de trein. Plus de plek waar hij gevonden is. Dat moet hem gewoon zijn. Dus toen heb ik politie gebeld. Hey, goeiedag Kees. Hey, kom binnen. Hey, kom binnen. Hier staan al onze dossiers van vele, vele jaren. We moeten dit pad in. Een onbekende man die in 2001 voor de trein sprong op het station van Heemskerk. Het dossier van deze onopgeloste zaak ligt al die jaren opgeslagen in het Amsterdamse politiearchief. Ik heb daar een afspraak met Theo Vermeulen, leider van het hoofdstedelijke cold case team. Nou, eens kijken of we hem kunnen vinden. Hij staat in deze grote berg ordners, zou ik bijna willen zeggen. Hoeveel staan er hier wel niet? Hoeveel? Ja, duizenden. Dat is hem. Ja, dat is hem. Nou, dit betreft een aantreffen eigenlijk van een onbekend lijk. Er zit wel even een andere story bij, zeg maar. Het begint eigenlijk in september 2001, waarbij iemand in Heemskerk voor een trein springt. Het is 5 dagen voordat de Al-Qaeda-aanslag op het World Trade Center in New York alles zal veranderen. Op het station in Zaandam stapt een terneergeslagen man op de trein naar Uitgeest. Hij gaat zitten tegenover een jonge vrouw. Ik
Ze heet Linda Zonneveld en ze komt uit Beverwijk. Zelfs nu, na 14 jaar, kan Linda zich dit voorvalletje nog goed herinneren. Want er gebeurde even later iets opvallends tijdens de rit. Linda. Ja. Kees. Hi. Welkom. Onderweg kwam er bij station Zaandam een meneer tegenover mij zitten. En deze meneer maakte een wat warrige indruk. Hoe zag je dat? Warrig in de zin van om zich heen kijken en hardop praten. Dat is natuurlijk wel opvallend in het openbaar. Op een gegeven moment kwam de conducteur langs en de meneer tegenover mij die had geen kaartje. Waarop de conducteur een boete uitschreef. Gaf hij zijn naam? Dat weet ik niet meer. Toen betaalde hij met groot geld. Het zou zo 50 gulden geweest kunnen zijn. En toen kreeg hij flink wat wisselgeld terug. En dat wilde hij ook niet. Toen zei hij, laat maar zitten. En dat werd een vreemde situatie ook. Toen reden we verder en vroeg hij een pen aan mij te leen. Nou, ik had een schooltas op schoot, dus dat was geen probleem. Ik kon hem een pen lenen. Dus ik heb hem een pen gegeven. Daar krabbelde hij wat mee. Op het kaartje wat hij gekregen had van de conducteur. Hij stond op. Omdat hij uit wilde stappen, blijkbaar in Uitgeest. En toen legde hij zijn mobiele telefoon op mijn schoot. Hij had hem uit elkaar gehaald, hij had het simkaartje eruit gehaald. Dus ik had een los telefoon met een losse batterij op mijn schoot liggen. En dat was natuurlijk, ik schrok daar wel van. Toen is hij uitgestapt. Op de een of andere manier belandt hij niet veel later op het station van Heemskerk. Twee haltes verder. Hij was dus wel dergelijk zwaar gewond dat hij ook nog maar één nacht geleefd heeft. Het is eigenlijk wel opmerkelijk dat als je voor een trein springt, dat je niet gelijk dood bent. Ja, maar dan is ook van belang hoe hard rijdt hij, hoe raakt hij. En soms kan je ook bij dit soort dingen, en noem ik het bijna soms, geluk hebben. Maar in dit geval was de bedoeling dat hij dood wilde. Kun je wel uit alles opmaken. Ja. Maar dat kennelijk de trein te zacht gereden heeft. Hij heeft zijn naam dus niet kunnen noemen? Nee, hij is niet meer aanspreekbaar geweest. Zij hebben geprobeerd zijn leven te redden nog, maar dat is niet gelukt. Geen paspoort, geen rijbewijs, helemaal niets voor identificatie. Hij had niks op zak? Niets op zak. Hier heb je dan de foto van eigenlijk kort na zijn overlijden. En dat je dan dus totaal niet weet wie die man is? Totaal niet. Je bestaat dus echt helemaal... Je weet niet waar je moet zoeken. Hadden jullie geen één aankomst?